Twitch, ons nieuwe kanaal. Ik laat in de bakkerij zo zien hoe dat wij gevulde speculaas professioneel maken. Hele grote bak is dat. En daarna moet ik een dansje maken. Dus veel plezier bij de bakkerijvlog nu. Ik ben in de bakkerij en ik ga laten zien hoe dat wij in de bakkerij gevulde speculaas maken. Dat is best wel een klusje. We beginnen altijd met een dak van tevoren deeg zetten. In ons recept zit 10,5 kilo roomboter. Witte basterd en bruine basterd heb ik alvast samen in één zak afgewogen. Zout en citroenrasp. Melk. En dan speculaaskruiden. Bakpoeder. En 20 kilo bloem. De andere aantallen vertel ik niet, want dat is toch een beetje net het geheim van de chef. Wat belangrijk is, is dat alles op bakkerijtemperatuur is. Dus alles is 122 graden. De boter hebben we gisteren uit de koelcel gehaald in de bakkerij gezet. De suiker is 20 graden. Ja, deze grondstoffen zijn niet zo belangrijk. De melk is ook heel belangrijk. Dat heb ik, dus geen verse melk. Daar heb ik 2 liter lauw water. En 300 gram melkpoeder. En dat heb ik gemengd. Dus dan heb je eigenlijk 2,3 liter melk. Nou, en de bloem staat altijd bij ons in de bakkerij. Dat ga ik dan in de machine doen. En laat ik aan jullie zien hoe we dat speculaasdeeg maken. Dat is de boter. En die draai je weer soepel. Het is heel snel gegaan, omdat die boter natuurlijk al temperatuur is. We gaan nu de witte en de bruine basterd erbij. En het zout en de citroenrasp. Als dit mooi homogeen gemengd is, met de melk erbij. Zoals je nou ziet, ik wil het dichterbij laten zien, is het eigenlijk bijna homogeen, zoals we dat noemen. En dus de boter is, kijk, hier is nog net even een wat groot, maar als je dat zo doet, dan zie je dat het helemaal versmeert. Dus nu gaat de melk erbij. Het moet nu helemaal opgenomen worden door dit mengsel. De melk is nu gewoon bijna helemaal opgenomen. Die krijg je niet zo homogeen als dat het net was, alleen de suiker en de boter. Maakt een beetje nat. Ik zie het natuurlijk niet heel lekker uit dit. Maar dit wordt het wel. Dan heb ik die 20 kilo bloem. Je hebt natuurlijk wel een sterke machine weer nodig. Dan gaat erbij de speculaaskruiden. En het bakpoeder. En dit gaat nu weer aan. En dit moet zo kort mogelijk draaien. Er mogen geen gluten in komen, zoals ze dat noemen. Dus 2 minuutjes verder nou. En zo snel gaat dat al. Eigenlijk is hij al bijna. Het duurt echt niet lang meer. Een F-kneder. Dat is eigenlijk de kneedmachine van vroeger en die is ideaal voor dit soort deeg, omdat die deeg heel rustig aanpakt. En zie je hoe snel het gaat, hoe snel dat die verandert? En dat is belangrijk voor een bakker om dit te weten. Dat moment dat je nou precies moet zeggen, oh, ik stop ermee. Voor mij is dat nu. Ik zie dat daar in die hoeken. En dit is echt koekjesdeeg. Dit gaat een nachtje in de koelcel. Dus ik ga dat nou verpakken. Ik heb hier nu 7 kilo in deze plat zitten. Deeg. Dat druk ik aan. Dan doe ik het velletje netjes over het deeg heen. Dan doe ik het weer een keer, zodat ik heel de krat vol heb.
Het deeg zit allemaal in de krat. Een heel zwaar kratje nu. En ik heb voorbereid dit deeg gisteren al gedraaid. Dit is voor morgen. Kijk, hier zie je. Dit is heel brokkelig. En dit is dan, er zat wel onder in de krat. Die is homogeen. Die draaien we nou nog weer even door in de machine. En dan ga ik de gevulde speculaasbak maken. En dat draait eventjes rustig. Moet even draaien. Hiermee ga ik aan de uitrolmachine. En dan ga ik het uitrollen op een dikte van 5 mm. Klein beetje. We hebben de bak geprepareerd, dus gesmeerd met olie en een bakfiets onderin. Dus onze speculaasbak. Dan heb ik dat deeg. Werk zeg maar, jullie gaan niet gewoon door natuurlijk. Daar moeten we zoveel achtergrondgeluiden. Afwegen. Heb je 7 kilo spuitspijs en dan met natte handen om dat erin te dekken. Nou, spuitspijs die maken wij aan, dat is gewoon een amandelspijs. En dan kiezen wij voor extra grof. Grof van structuur. En dan doen we eibij en water. En dat drukken we in de bak. Super glad. Weer het andere stuk deeg. Rollen we het nou zo op. Dit, nou maken we eigenlijk de spice verdelen we zo nog een stukje beter. Snijden de randjes zo mooi af. Dan doe ik een eistrijksel op. Gewoon heel ei. En een beetje zout. En dan doen we er lekker dik op. Ongebruneerd, splits noemen ze, half amandelen. En zonder vies. Die gaan we er ook gewoon lekker zo op storten. Die amandelen net zo lekker. Dan rollen we die even aan met een plastic pilletje. Strijken we ze ook een keer met ei. Die bak is best zwaar. En dan gaat hij in de oven. Vijftig minuten. Hij heeft 50 minuten gebakken. 200 graden in onze oven. Kijk maar eens, wat een mooi ding. Dan gaat hij afkoelen en dan gaan we hem snijden. Het is nu een dag later en dan kunnen we hem eigenlijk al pas snijden. Kan ook nog wel de dag zelf, als we hem heel vroeg bakken, dan kunnen we hem een uurtje of 4-5 laten snijden. Maar het liefst doe ik het de dag daarna. Dan is hij goed stevig geworden. Ik snij eerst de randen los. Daar zit hij al los. Ik heb wel schat dat ik het niet goed gedaan had en toen brak hij. Met een kaasas hebben wij daarvoor. Dat is echt ideaal. Dan draaien we de bak op.
En dan op de onderkant geef ik met onze fiets, zoals we die noemen, de verdeling aan. Eerst zo door de helft, dus dat is 30 centimeter. En dan heb ik hem op 4,5 centimeter staan. En dan snijden we, geven we zo de stroken aan. We hadden deze twee stukjes nog, die zijn te smal. Die laten we proeven voor de winkel. ...32 speculaarstaven met één zo'n bak. We kunnen er ook nog afsnijden, ik laat er altijd aan zitten. Als jullie de harde stukje lekker vinden. Het is gewoon een superleuk decemberproduct. Nou, ik ben weer een blije bakker. Zo gaat hij de winkel in. En dan moet hij vandaag eigenlijk weer leeg, hè, die schaal. Voor thuis heb je nodig. Ik heb een simpel, duidelijk recept. 250 gram roomboter. 250 gram basterdsuiker. 5 gram zout. Een rasp van een citroen, een ei, bloem, 500 gram. Dus het is eigenlijk 1, 1 en 2 delen bloem. Dus je zou ook een half receptje kunnen doen, dan krijg je 125 gram, 125 gram, 250 gram. Dan 15 gram speculaaskruiden en 7,5 gram bakpoeder. Als je 7 of 8 gram pakt, maakt ook niet uit. Ik ben wel, bakpoeder vind ik altijd gevaarlijk. Ik proef er altijd heel goed in. Daar gaan we een speculaasdeeg van maken. Dan krijgen we het spijsrecept. Kilo spijs, 2 eieren, 100 milliliter ei en ik denk 100 milliliter water, maar spijs is altijd wel wisselend. Dus de stijfte van spijs is heel belangrijk. Normaal gesproken heb ik een doos in de bakkerij met 25 kilo spijs en daar gaat 100 milliliter, daar gaat dan 2,5 liter water op en 2,5 liter ei. Dus dat verwacht ik nu ook. Maar het kan zijn dat ik wel meer of minder water nodig heb. En dan hebben we nog voor de decoratie, dat is geen gewicht aan, halve amandelen en een ei. De boter is op kamertemperatuur. Dus die is heel zacht. Ik heb zelfs het bordje nog even op de radiator gezet, even 5 minuutjes. Die echt lekker zacht is en alle grondstoffen zijn ook op kamertemperatuur. Dus het ei ook. Als het te koud is, dan wordt die boter hard en dan krijg je niet een goed zanddeeg. Zout mag er ook bij. In de bakkerij hebben we natuurlijk citroenrasp. En hier doen we het zelf. Het is altijd fijn als je klein, fijn raspje hebt. Als je dit nou weglaat, dan is er ook niks aan de hand, hoor. Ik kan het ook gewoon met de hand doen. Maar de spijs die wil ik echt met de machine doen. Dus ja, maar als ik de machine ook nog vuil maak. Machientje gaat gewoon heel rustig aan. Zo met de eerste versnelling. En als het helemaal gemengd is, dan mag het ei erbij. Zo ongeveer 1 minuutje aan het mengen nu. Nou kan het eitje erbij. Die moet ook helemaal opgenomen worden. Dat is het allerbelangrijkste, dat het vocht van het ei helemaal weg is. Help even met een spateltje. Een machientje is. Pakt hem niet lekker. Zoals je ziet, is nou homogeen. Je ziet geen ei meer zitten. Dus daar mag de bloemen bij. Je ziet altijd heel vaak in bakfilmpjes tussen bloemen 7. Maar in de bakkerij 7 waren eigenlijk nooit geen bloem. Dus voor thuis. Ik ben er ook niet zo kapot van. En daarbovenop gooi ik
de speculatie uit een bakpoeder. En nou echt heel rustig, het zal een minuutje of 3-4 duren. Hij is in de kruim, zoals we dat noemen. En met de hand gaat het toch wat beter, vind ik. Ik knijp nu, maak elke knijpende beweging. Kijk, dit is speculaasdeeg. Kan je dan ook speculaaskoekjes van maken, of niet? Je zou ook speculaas van kunnen maken, ja. Wel, het speculaasrecept bij ons aan de bakkerij is wel anders. Want ik wil wel een beetje een zacht speculaas. Ja, speculaas van de gevulde speculaas is natuurlijk zacht en de koekjes wat hard. Dit is wat vetter. Doe ik hem in een plastic zakje. En dan in de koelkast. Het allermooiste is als je de dag van tevoren doet. Maar ja, we zijn nou gewoon lekker aan het thuisbakken, dus we kunnen hem zo meteen ook gewoon verwerken. De spijs zit in het bekken. De andere helft van de citroen zit er ook bij geraspt. Dan doe ik er 2 eieren bij. En het water nog niet, daar wacht ik nog even mee. Ik wil eerst even de eerste spijs even draaien. Want als je het kapelles gehad, dat we alles gelijk er al bij deden, kregen we de klontjes niet uit de spijs gedraaid. Dit noemen wij de vlinder, de plattegart of de bisschop. Dus je kent het, kijk, het lijkt een beetje op Sinterklaasmijter. Daar komt de bisschop vandaan. Plattegart, omdat het geen ronde gart is. Langzaam, ja. Als we nou amandelspijs nodig hebben voor amandelstaven, dan is die nu goed. Dat noemen we rolspijs. Met water erbij maken we er spuitspijs van. Gewoon een van de kaartpotten. En dan voelen we even of ik geen klontjes voel. Ja, die voel ik nog wel. Dus ik moet nog heel even draaien. Nu zijn ze weg. Nu kan het water erbij. Spuitzak doen en dan kun je dan mee spuiten. Net als een amandelbroodje wordt gemaakt met spuitspijs. Nou, amandelstaaf weet ik niet. Nou, ik wil het speculaas maken ook. Dus met spuitspijs. Als je deze nou weer in de koelkast zet, dan wordt die wel weer wat steviger. Dat je er vaak dan niet meer mee kan spuiten. Dus of vers aangedraaid of nog een beetje meer water erbij. Zo mag die zijn. Hier is ons deegje. We hebben voor het uitrollen strooibloem nodig. En zo'n ronde vorm.
Dat is wel ideaal. Dan maken we gewoon eerst een rondje. Nou, ik deel hem door tweeën. Eén voor de bodem, één voor de bovenkant. Het leuke hier ook aan is, zo straks het hele huis helemaal een speculaas. Maak ik mijn handen nat. Dan rijp ik de bodem even in met gewoon wat water. Waarom doe je dat? Wat? Oh, dat blijft anders valt hij uit elkaar. Dan valt de spijzer af. Dan doe ik de spijzer in. Ook een voordeel als je met de spijs, als je met natte handen zo meteen uit elkaar drukt, blijft hij niet aan je handen plakken. Dat wist ik dan weer wel. Kom. Maar de andere niet. Lekker smeuïge spijs. Zorg wel dat je amandelspijs hebt en geen banketspijs. Heel veel mensen weten dat niet. Banketspijs, dat is gemaakt van witte bonen met smaakstof van amandelen. En amandelspijs, ja, dat is gemaakt van amandelen. Dus de banketletter is gemaakt van bonen en niet van amandelen. Je wil natuurlijk wel, als je dan toch... zoets eet, iets minder gezonde dingen, dat er wel goede dingen eten. Even nat. En dan heb ik gelijk allemaal plakrandje voor het bovenste plakje. En zo is die mooi verdeeld. Ik weet al wat ons toetje is vanavond. Als die nou een... nachtje gerust had in de koelkast, dan was hij niet zo brokkelig geweest en zo taai. Het had beter gegaan als hij een nachtje in de koelkast had gelegen. Dit heeft wel iets ambachtelijks met die scheuren, toch? Oh, hij wordt gewoon heel lekker. Dat is het allerbelangrijkste. En we doen nou niet mee aan de vakwedstrijden. Dan hebben we een eitje. Die doen we loskloppen met een kwastje. Dan smeren we het in met ei. En dan gaan we daar mannetjes op leggen. Nou, dat zei ik in de bakkerij al van, we zijn een robuuste bakker. Dus we doen een robuuste truc. En we doen een banketbakkers stuk. Ik zie er heel veel banketbakkers. Elk amandeltje, alleen maar hele amandeltjes. Dan strijken we dit weer met ei. Dit strijkt wel makkelijker dan die van mijn manier. Let op. Mee. Ja, val mee. Het is voor de glans ook, toch? Ja, het is voor de glans. Oven. Die heb ik voorverwarmd op 170 graden. En dan gaat hij 3 kwartier in. Lekkertje.
Zet hem mooi in het midden van de oven. Minuten heeft hij gebakken. En dit is het resultaat. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze bakflex video van vandaag. Volgende week, zaterdag om 8 uur, zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!